Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles, The Judgment. Dit keer gaat het om de halve finale reeks battles. En de battle die we nu gaan bespreken is ook een halve finale battle, namelijk Giant tegen Mitch. Dat bespreken doe ik niet alleen, dat doe ik samen met de juryleden, Tim Beumers, gastjurylid Fo en aan mijn andere kant Kimo en Excellent. Giant Mitch, ik begin bij Kimo. Wat vond je van deze halve finale battle? Ja, het was ook een sick halve finale battle, maar halve finale waardig. Mooie klachten op de vuurpijl, weet je, samen met Jeeves tegen Nick Vane. Mm-hmm. Giant is weer zoals we van hem gewend zijn. Van die absurde invalshoek af en toe, dingen die hij verzint, die super random lijken, maar die hij heel goed weet te brengen. Ik ging helemaal stuk toen hij zei, je ouders sturen je naar zwemles in de hoop dat je zou verdrinken. Die vond ik nice. En dat hij zei van, Mitch had besloten dat hij rapper wilde worden en dat hij een dikke beat nodig had. En dat ze met zo'n dikke groente. Ik hoop, ja, precies, ja. Dat. Ze kwam met zo'n dikke groente. Ik vond het wel nice dat hij ook Mitch's stijl, zeg maar, een beetje pakte en tegen hem gebruikte. Hij zei van, liever een kankerbolle dat ik elke avond Ichi moet bevrijden. Ja. En het is wel, ja, ik ben fan van Ichi, weet je, ze is een strijder. Ze staat elke keer achter. Ichi van de Berg. Ja. Ichi van de Berg, het zal de last name, bro. Maar weet je, die stond daar gewoon weer en ze moest het weer incasseren vandaag. Ze kreeg weer een volle lading van Giant. Ik heb niet alles opgeschreven. Het is maar een volle lading van Giant die ze moest incasseren. Ja, in de face van mijn magazijn. Ja. En Giant had ook het lijn over die inham, dat vond ik wel grappig. Kijken, voor 3 rondes van jou zijn 1 ronde van mij nodig. Weet je? Want Mitch, ja, die hoeft natuurlijk minder te schrijven, omdat die heel langzaam. Omdat hij het anders niet begrijpt zelf. Ja, dat zei hij. Ja. Ja. En waar zei ook iets van, je zit diep in een trance als het vriendje van Fiction. En daarna ging hij naar Fiction doorheen, sorry man. Fiction zei zo, ik heb seks met vrouwen. Zeg maar, met die bandana? Dat is nice. Mitch, maar hij ging ook weer lekker in over die hoofddoekje shit en moeder. Hoe noem je een Syrische Joodse vrouw of Koerdische Joodse vrouw van even, Frank? Ja. Ja, die moederlijns waren chill. Chill? Ja, ik hou wel van moederlijns. Tuurlijk, jij wel. Hij zegt van spellingsfout, maar ik schrijf dan zelf spellingfout of zo. Wie heeft iemand die niet vorige keer tegen hem gezegd? Je speelt spelling als PAUT, je speelt spelling als PAUT, je hebt keuze in een puntje. Maar ik snap hem ook niet, op een gegeven moment, Mitch pakte iets en zei hij van, I don't have a bitch of zo, zei hij van, ik ga met ietsje van de bed, maar ik heb nog nooit zo'n lelijke bitch gezien. Ja, nee, het was een scheme, dus hij vertelde dus dat die titel had, en eentje was lager dan de andere, en hij doet lingerie aan en dit en dat, en toen zei hij, ik ga misschien met ietsje, maar ik heb nog nooit zo'n lelijke bitch gezien. Ja, en toen ging het publiek ook echt helemaal los. Ja, was een superheld, en was je overgewicht, maar hij had een lichaam bij, dat was nice. En daarna gewoon ietsje in de motherfucking ring, man, dat is wel nice, want dat meisje heeft zoveel te verduren. Ja, soort van, het is gewoon nog erger dan Jeeves zijn oude Vietnamese vriendin. Hoe zo oud? Dat is een ex-vriendin. Geleden dat is ook oud. Nee, maar de helft van de bars tegen Jeeves ging altijd over zijn lompia Vietnamese vriendin. Ja. En Ichi zit hier gewoon klappen te vangen. Van, heb je mij daar elke keer? En die springt gewoon in de ring en die maakt het gewoon af. En de hele crowd was gewoon Ichi. Dat is nice. Na een heel fucking seizoen, mind over haar, komt en dat zij ineens binnenkomt, daar ze, ze was ook zo erg aan het wachten, je zag echt dat ze gewoon echt... Ik zag haar gezicht even, dat leek zo niet. Ik had eerst toen ik keek eerst... Met die bars, maar ik zie haar de hele tijd dat ze allemaal shit te verduren krijgt, maar dat ze gewoon staat of het haar niet feest. Ja. En nu zag ik wel dat... Ik zag haar vandaag inderdaad een beetje kijken van, ga je nou huilen? Omdat ze moet springen. Ze dat gedaan, ze helemaal zo spit. Weet je wel, maar ze niet Ik moet jou gelijk geven. Ik keek zeg maar tijdens die tweede ronde van Giant. Die tweede ronde van Giant ging heel erg over Ichi dus. En toen zag ik haar ook. En toen dacht ik even van, oké, volgens mij is dit de battle waar het jou begint te raken ofzo. Ja. Maar het kan dus volgens jou zijn omdat ze zich aan het voorbereiden was op dat moment. Ik denk dat ze dat spannend vond. Dat moet wel. Zeg, gewoon laten we eerlijk zijn. Als ik denk niet dat Ichi waren eigenlijk nog harder dan Ik denk bijna niet dat als Giant iets zegt,
dat je je echt persoonlijk geraakt. Ja, die Giant Walking Deadlines waren wel... Jawel, maar als Giant dingen zegt... Zou het wel raken, hoor. Die zou Giant wel raken, hoor. Als Giant, zie de Giant zijn bar is aan raak, maar hij komt altijd met een soort van... Van Giant weet je gewoon van, nou dan praten we knuffelen. Hij is likeable, zeg maar. Hij kan misschien juist zo ver gaan, als Steph en Chris dingen zeggen, dan komt dat veel gemener aan of zo, weet je. Dan is het veel meer van, haat jou, kut. Terwijl bij Giant een soort van, ik moet het nu zeggen. Ja. Want je ziet ook bij andere battelaars bijvoorbeeld op het moment, want Ietje staat altijd best wel, zeg maar, dicht bij de ring. Ja. En andere battelaars zoeken dan altijd het contact met haar, zeg maar, dus gaan op zoek naar haar om tegen haar te battelen. En je zag bij Giant echt dat hij het gewoon echt, weet je, hij bleef echt expres bij Mitch, soort van, hij wou haar niet aankijken of zoiets. In het begin deed hij alleen eens even alsof, zei hij, eeuw, Ietje, en toen zag je dat Mitch zeggen. Ja, heel dope, heel dope. Ex, jouw two cents? Ja, nee, wat iedereen eigenlijk heeft gezegd, man. Ik moet zeggen alleen dat, ja, dat die response van Ietje leek alsof het gewoon was voor een heel seizoen. Ja. Voor iedereen die ooit over mij heeft. Maar ook tegen Giant, man. Jij! Ja. Maar ze ging ook echt zo staan, zo van, ik dacht echt van zo. Ja. Wow, maar, je staat er echt. Het was eigenlijk over iedereen die ooit de line over haar heeft gebost. Ja, daar was gewoon een goalie. Hij was gewoon de persoon die... Haar frustratie van het hele seizoen. Maar dat was eigenlijk voor iedereen die erbij betrokken heeft. Ja, ik vond het een mooie eindconclusie van een heel jaar lang, heel seizoen alleen maar laatst incasseren, snap je? Ja, hoe mooi kan je dat nog afronden? Ik denk dat dit ook bam, de misschien de grootste crowd response in Punch-Out ever. Ja, kunnen we dat zeggen? Dat iedereen ietsje, ietsje. Dit is denk ik de grootste crowd response ever. Iedereen is gewoon stuk gegaan, want sommige lines over haar zijn zo goed in elkaar gezet. Maar mensen voelen ook van... Dit is fucked up. Want ik lach ook, maar ik denk soms ook van... Stel ietsje is jouw zus. En je ziet zeg maar elke keer op YouTube dat mensen zo los zijn dat je denkt van... Dat je iedereen voelt die soort van die commitment of zo. Fo, jij bent zelf ook best wel van de personals. Ik wou zeggen van de personals, zeg maar. Vroeger jou. ik begreep je gewoon niet goed. Jouw battles waren vroeger ook heel persoonlijk. Wat vind jij zeg maar van dat ietsje betrek? Want we horen heel vaak mensen zeggen van ja, misschien. Gaat het soms te ver? Zij battelt niet of zo? Hoe zie jij dat zelf als eigenlijk iemand die het zelf doet? Nou, ik voel ook dingen dat niet waar zijn. Maar volgens mij, ik heb alleen echt persoonlijke shit over familieleden gebruikt op het moment dat het al een keer eerder tegen mij is gedaan. Okay. Ik heb het nooit uit mezelf gedaan van ik ga nu even jouw moeder of jouw vader of jouw zusje. Dus als iemand over jouw moeder heeft, ik heb natuurlijk een paar rematches gedaan waarin aan het begin, in die eerste battles, over mijn moeder is gesproken. Rafael bijvoorbeeld. Rafael killen destijds. Toen dacht ik van oké, let's get it. Maar ik was nooit down met personals op de man zelf vond ik hard. Moeder grappen, zusjes grappen, vond ik niet per se. Ik vond niet dat ik het nodig had, laat ik het zo zeggen. Of het kan of niet, aan de ene kant heb ik altijd gezegd, weet je, part of the game. Als je eraan meedoet en je kan niet tegen, moet je niet te beginnen eraan. Maar zouden we boos mogen worden als ietsje zeg maar, met een machine gun bij een dat weet ik. Dat moet je gewoon accepteren. Maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Dit is wel een start van een cool shootout, zeg maar, zou je kunnen zeggen. En dat is ook iets wat ik later pas heb beseft toen ik niet meer echt actief was met battelen. Van oké, je betrekt ook anderen erbij. Dus voor jezelf is het fijn, maar voor anderen, zoals ietsje, is gewoon fucked up. Maar, om terug te komen op de battle, ik hoop dat dit de laatste keer is dat deze angle wordt gebruikt. Deze keer, en ook tegen Giants en Playout angles gebruikt. Deze keer wijd ik het aan het feit dat ze gewoon minder voorbereidingstijd hadden. Maar elk onderwerp dat is aangesneden in deze battle, heb ik in de vorige battle gehoord. Dus dat vond ik jammer. Maar de battle zelf, wat erin terugkwam en hoe het is uitgewerkt, props. Ja, dat is natuurlijk een ding dat ze natuurlijk 2 weken tijd hadden. Ja, tuurlijk. Daarom is het nou ook niet 3 weken geleden. Ja, oké. 3 weken geleden is er gezegd van oké, jullie moeten alsnog battelen tegen elkaar. En dan moet je schrijven, herschrijven, uit je hoofd leren. Dus voor de tijd dat ze hadden, hands down. Dat is beter dan misschien sommige battles waar ze gewoon 2 maanden hadden. En ik denk dat ietsje nu gewoon ook
zelf heb duidelijk gemaakt, oké, okay, het is leuk geweest, nu is het klaar. Nu is het klaar, ja. Ja. Dit is het einde van ietsje in battles eigenlijk. Ja. Hopen we. Die angle hebben we ook niet. Ik denk het ook niet, maar ik hoop het wel. Ja. Anders, het is een beetje played out, we kunnen dat wel. Ja. Maar wat knap is dat ik van tevoren zeg maar, een discussie had met iemand van ja, ik weet niet man, kan je nou nog steeds dingen over haar zeggen? En toch betrap ik me dan als Giant zeg maar, deze halve granaat op. Ik ga niet van stuk gaan. Omdat die, weet je wel, er blijven gewoon dingen. Je ziet, ik zag die granaatappel gewoon met al die puntjes erin. Yeah. Het blijft. Kom op, man, Tim. Terwijl ik degene, vriend, ik was de allereerste die in Judgment zei nog in de fucking Empire van hé, hey, hou op met haar. Dat is misschien wel 5 events geleden. Ja, en zelfs dat ik nu nog dan denk van, ah, ik stond er boven. Ik moest gewoon, ik was met iemand en zei, en hij is bezig met ietsje bars en ik betrap me zeggen, sta ik toch weer te lachen als een god. Ja, het was het, ja. Het was wel oprecht grappig gebaard. Maar ook, Giant had ook iets over zijn moeder, dat zijn moeder fucking sterk was, dat zo Stefan niet dat hij daar ineens had verlost. Ja. Dat was ook... Het ding was alleen wel wat je zag was, omdat ze zo korte tijd hadden ze gezegd van nou ik doe 1 minuut, 1 minuut, 1 minuut. En Giant was die eerste 2 rondes best wel lang doorgegaan, waardoor die in zijn 3e ronde opeens heel kort was. Ja, die 3e ronde van Giant leek echt alsof het maar 8 of 6 of 12 bars waren. Ja, maar omdat hij zijn eerste 2 rondes heel veel heeft gedaan. Ik heb het gevoel dat hij zijn eerste 2 rondes... Langer dan 1 minuut. Ze zouden 1 minuut doen en zijn eerste en 2e ronde waren zeker 2 minuten. Dus hij is gewoon echt langer doorgegaan daar en toen aan het einde was het soort van oh shit, ik ben er al. Dat vond ik. En daardoor leek het omdat Nick zo sterk eindigde en hij een soort van zwart was. Even een soort van, oh ja, dan is het duidelijk. Terwijl ik denk, als je terugkijkt dan is het de debatable. Ja, maar nu naar de cijfers. Maar was ook één moment dat... Tim nog niet. Ik ben sowieso niet aan de beurt geweest. Spoel terug. Motherfucker. Maar, niemand zegt dat je niet mag of zo hoor. Nee, jawel, want je ging het ouder. Maar, als je niet doet het. Maar, die mat is achter... Giant, op het moment dat Mitch kwam met die, of dat Mitch kwam met die hoofddoek en Giant had gewoon een paar OG dudes, die stond echt zo te kijken zo van, wat zeg jij vriend, wat zeg jij, wat zeg jij, toen kwam Annie Frank zo. En toen trok hij die teddybeer, die beer uit die tas, allemaal brakers van de zo is je weet toch hoe iemand stoer kijkt en dan door zijn stoel de blik heen breken. Ja, het kan. Ik was aan het kijken. En toen stond ze weer in die kurk. Dat was zo grappig. Dat was zo grappig. Als ik eens kijk, oké. Ik was alleen. De hele tijd toen Mitch dat deed, was ik naar hun aan het kijken. Van oké, kijk hoe je wat is dit nemen toch? Hij zei ook iets. Hij gooide ook een soort van freestyle lijn op aan het eind van. Volgens mij ronde 2 was het. Dat is hij van Matties ga je tikking en ophangen ja, met andere die andere mensen, maar hij zegt moslims ga je buiten pakken voor die theedoek. Ja, 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 ja. Dat heeft hij volgens mij ook in een andere battle gebruikt. Ja, dat is tegen kippies. Maar het was het moment dat zeg maar, weet je, dat is zo'n soort ding van als je met je vrienden bent en je vrienden willen je rug hebben, dat is het allemaal zo. Ze willen niet lachen, ze willen niet lachen, op een gegeven moment, ze kunnen gewoon. Ja, ze gingen ook allemaal tegelijkertijd. Ja. Dat zeg maar na grap 5 of 6, dat ze gewoon, ze konden gewoon niet meer. Ze maken gewoon poes. Dan dacht ik van ja, ze hebben ze wel. Spitfire. Oké, nou, ik denk dat iedereen heel benieuwd is naar de cijfers die we gaan geven. Ik begin lekker bij Kimo. Ik vond het heel erg close. Alle twee de heren hebben echt een dope battle neergezet. Ik vind ook weer hier moeilijk, weet je, dat je toch één als winnaar aanwijst. En terwijl die andere het ook heel goed heeft. Ik wil ze bijna allebei gunnen gewoon. Ik gun ze sowieso allebei. Ja. Ik gun alle halve finale kandidaten die we vandaag hebben gezien hebben ook een verdienen de finale die plek, verdienen het in principe. Ja. En voor mij werd het echt nipt, toch op het einde besloten. Gewoon met Ichi erbij en hoe daarop gereageerd werd. Dus ik geef Giant een 8. En ik geef Mitch een 8,25. Oeh, oh, weer die special point 25. Oké. Okay. Vo, jouw cijfers voor deze halve finale battle? Ja, ik vond de eerste 2 net voor Giant en de derde voor Mitch. Ik geef een 8,2 aan Giant en een 8 aan Mitch. Oké. Okay. Dat is close. Tim? Om de hoofdrekening conspiracy theorist in de comments zeg maar tegen te bewijzen. Ik heb geen bed gepakt. 8,2 voor Mitch, 8,4 voor Giant. Oké, okay, dus net ja, naar dus dat Giant. Je niet zeg maar zoals bij Stef dat ik wel even allemaal in kaas heb. Ja.
Het deed hem nog steeds pijn, gewoon drie maanden later. Excellent, jouw cijfers. Ik heb het heel nek aan nek, man. Het is moeilijk, hè? Nek aan nek, man. Nek aan nek, man. Ze hebben bijna dezelfde cijfer gehad. Maar ja, Mitch een 8.9. En Giant een 9.1, man. Oh, ja, man. Toch net aan Giant. Ja, man. Okay, ja, wel, man. Ja, man. Giant zijn kunt om back-to-back dat pontje gewoon zonder je adempauze te geven. Pet je af, man. Okay, duidelijk. Hele mooie cijfers allemaal. Ik ga de gemiddelde berekenen en ben zo bij je terug. Ik heb met behulp van een Turkse vogeltje hier de eindcijfers berekend. Mitch is geëindigd op een 8.3. En Giant is net iets hoger geëindigd op een 8.4. En dat betekent dat Giant doorgaat naar de finale. Mitch helaas net niet gered, maar ik denk dat ze het allebei toch wel hebben verdiend. Maar Giant dus net iets meer. Giant dus next event. Bedankt voor het kijken naar deze judgment. Ik bedank ook mijn juryleden Tim Beumers, Fo, Kimo en Excellent. Mijn naam is Demo. Ik zie jullie 10 december bij de volgende finale event ding. En bij de volgende reeks Punch Out Battles, The Judgments. Ik val hier een ding en gooi hem terug en ik zie je later. Bam! Bam!